je echt niet. Ik ben de auto lopen. Wat? Wat? Ik ben aan het lopen. Weet je echt niet dat je kan auto lopen? Nee. Automatisch kan lopen, niet auto lopen, want je kan niet echt over een auto heen lopen. Dat kan wel, maar een rijdende auto kan je niet gemakkelijk. Oké. Ik zie een vijand. Waar? Recht voor me. Ik zal hem doodmaken als ik hier was. Ik ben mee bezig, het is een vos. Dat is geen vijand, jij bad banaan. Bad in zijn billetjes. Oh, dat moet niet fijn zijn, denk ik. Tuurlijk wel. Oh, wat? Yes, en dan wil ik mijn pijl eigenlijk weer terug. Dat kan dus niet. Kan wel, hoor. Wat is auto lopen ook weer? C. Ja, ik heb hem alweer. Als je dat nou met een paard doet, bijvoorbeeld, is dat veel makkelijker. Jij bent een paard. Ik hoor dat ik een paard was. Ik hoop zo dat ik iemand tegenkom voordat de aflevering voorbij is. We zijn al een minuut bezig en we hebben nog niemand doodgemaakt. Je hebt net een vos doodgemaakt, Stefan. Dat is nog een vos. Ik zal hem niet doodmaken als ik jou was. Nee, doe ik ook niet. Minecraft server stream IP tgd.sbpl.nl. Wat? Oh ja, misschien moet ik dat de naam aanpassen. Het is misschien een goed idee om de naam aan te passen, misschien maar. Ik weet niet. Ja, misschien wel. Wow, denk ik dat ooit misschien, hè? You came in like a wrecking ball. Nee. Dan heb je serieus deze skill niet dat je een casino waar je heen loopt? Nee. Oh, je vindt gek dat jouw serie al 100 afleveringen bezig is en nog nergens. Ik heb ongeveer evenveel afleveringen als jij, maar ik ben iets van 6 afleveringen voor op jou, dus. Een aflevering van 3 uur en 12 minuten. Nee, rond de 20 minuten. Oké. Maar ik ben er al bijna volgens mij. Nee. Oh. Nog lang niet. Hij wil me door dit stadje hebben. Ik zou het niet doen als ik uit. Ik zou even teruglopen. Natuurlijk, nee, daar heb ik wel zin in. Heb je wel zin in? Oh, hey, dit stadje is een beetje verwoest. Nee joh, kom je daar nabij? Oh, dit is dat ene stadje waar je begint, of niet? Ja. Wist je dat niet? Nee. Ik wist niet eens dat je hierbij kon komen om eerlijk te zijn, maar goed. Is hier nog wat te halen? Nou, dat weet je dan ook niet. Geef flauw idee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is alles dood, kapot. Oh, hey Lydia, ben je er ook nog? Wat fijn. Ik zou de slaan met je penis als ik jou was. Daan, ik kan dat niet. Ik heb geen penis. Wat dan? Ik heb een penagia. Wat is dat? Een gigantische klit? Penis en een vagina in één, weet je. Dus een gigaklet. Ja. Nice. Zo'n ding van zo'n 20 centimeter. Daar ook. Ik zou er niet heen gaan als ik jou was, ik zou uitkijken. Daniel, ik moet daarheen. Weet je het heel zeker? Nee. Isengard! Kijk, de hobbits door Isengard. Daniel. Wat? Ik moet de Lord of the Rings nog eens keer kijken, leuke films. Ik heb het nog nooit gezien, weet je dat? Ik vond het niks aan. Ik hoop dat dat niet waar is, Stefan. Sorry man. Echt serieus? Ik hoop dat je me niet haat. Hoe gaat de Star Wars staan? Heb je dat al een keer gekeken? Natuurlijk wel man. Waarom Lord of the Rings dan niet? Ik wil, dat is gewoon niet mijn type film. What the fuck is mis met jou? What the fuck is mis met jou? Redelijk veel. Je mag ook een mening hebben. Nee. Oh, sorry man. Mag wel, als je het met me eens bent. Anders dan heeft het niet zoveel nut om een mening te hebben, weet je wel? Ik ben het niet met je eens, sorry. Ja, dan heb je geen mening. Sorry. Dat denk ik nog op. Wacht, had ik niet eerst die oude mannen moeten ontmoeten voordat ik dit ging doen? Die oude mannen zijn daar boven, Stefan. Oh. Ja. Okay, ja. Cool. Wacht, ben je daar? Wat? Nee, ik ben er nog niet. Welke aflevering ben je nu? Welke aflevering is dit? Ik denk 10 of zo. Wat? Je mag wel eens haasten, Steven. Ja, ik ben druk bezig, man. Weet je hoe moeilijk dit spel is? Nou, echt druk ben je niet hoor. Je bent redelijk rustig, een beetje aan wiet of zo. Beetje wiet. De eerste aflevering van mij duurde ook misschien heel lang, hè? Hoe lang duurde die? Fuck nog één. Oké. Wat? Er zit hier een grot. Zou ik erin gaan? Ik zou erin gaan. Ik zou er niet in gaan. Dat is eng. Oké, daar ga ik ervoor. Oh nee, Stefan, kijk uit! Daar is er een gigantische slang.
maar ik heb een gigantische slang in mijn broek. Maar net zei je ook dat je geen penis had. Nee, maar wel een slang. Je is zo'n cobra om het gevoel dat ik toch een penis heb een beetje op te vullen. Ik ben nu ergens, Daniel, ik weet niet waar. In die grot. Vijanden met een pijl en boog. Gelukkig heb ik ook een pijl en boog. Ik zou ze plassen. Rustig. Waar is hij nou? Hij is weg. Hij is bang geworden, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik zou hem doodmaken, Stefan. Oh, hij heeft gezien. Ik weet, kijk. Is toch wel raar, hè? Het is ook niet, totaal niet koud, met totaal geen armen. Je hebt wel armen, maar geen lange mouwen. Mijn lijf is koud, hoor. Wacht even, ik moet even mijn elfenzwaard pakken. Of je weet wel, ik gebruik gewoon vuur op hem, misschien een keer dood. Ja, zou ik vuur als gebruik op hem? Nee, maar goed idee. Oh, hij is echt bijna in één keer dood. Hé, hey, kijk eens aan. Ik heb het gelijk. Kijk, hij heeft ook een lijk. Heeft hij een lijk? Lijk leeg roven. Hoppakee. Volgens mij heb ik niks aan zijn longbow. Volgens mij is mijn boog sterker. Ik denk het niet. Wel, man. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Kijk daar, ik heb een kist gevonden. Oh, wat? Waarom pak je die stiel? Waarom pak je die steel ingot niet mee? Wat heb je als steel ingot? Daarmee kan je shit upgraden en alles. Oh. Ja, dat neem ik er mee. En dan kan je het verkopen als je het niet wil gebruiken. Maar wat doe ik hier eigenlijk, Daniel? Ik heb geen idee, want ik zei dat je er niet in moest gaan, maar jij zegt zo, oh, ik ben Stefan. Oh, magier, oh nee. Hij is dood. Waar? Ik heb een magier. Ik zie hem nog niet. Gemaakt. Oh no, you don't! Oh no, you don't! Wat moet ik hebben? Plus. Vampire tussen, nee, dank je. Ik zou het wel meenemen. Oh, wat, dat was een vrouw! Dat was een vrouw met een. Wat? Klitterigse. Ik heb hem besneden, Daniel. Wat? Ik kan nog een heel klein stukje kijken en dan ga ik weer weg, oké? Dan gaan we, oké. Ja, is goed. Weet je wat ik vanavond ga eten? Pizza. Ik wou dat ik pizza ging eten. Ik iets veel beter eten, echter. Weet je wat ik vanavond ga eten? Vagina. Dat ook. Weet je wat ik nog meer ga eten vanavond? Nou? Maden. Banaan. Ja, Stefan, banaan. Wat? Hoe kan ik nou dood zijn? Als je slecht in het spel bent, Stefan. Reload. Waarschijnlijk dat je niet op je HP let en dat, je vijand, dat de vijand je raakt, terwijl je lage HP heeft. Ik maak eigenlijk een berichtje als ik bijna dood ben. Nee, helemaal niet. Kijk wat zij had. Ja, die lockpicks en god. Dus dan 7. Zo small. Die is dood. Pats, boom, paf. Health items gaan gebruiken, anders dan komt het niet goed. Ik denk niet dat het zo'n goed idee is. Ik denk gewoon gewoon rustig al openstippen. Dat helpt dus ook van geen reet. Ik moest even denken aan de Fire Red Let's Race. Ik moest even voel bijna in slaap, dan even. Bijna slaan, je moet denken aan de Fire Red race. Ja, dat is een stukje in de race waar ik me een beetje verveelde. Weet je nog? Nee, weet ik niet meer. Ah, oké. Okay. Nog een klein bepaalde stukje kijken, dan ga ik echt terug, oké? Dat zei je net ook al. Ja, alleen dit stuk nog kijken of hier een kist zit. Kijk een kist. Waarom word je geen vampier, Stefan? Dat weet ik wel, maar ze hebben me nog niet gebeten. Maar waarom laat je je dan niet bijten, Stefan? Dat ze me steeds dood willen maken. Oeh, wat is een alchemy lab? Een wat? Een alchemy lab. Een alchemy lab. Is een lab, is lab, alchemy. Alchemy. Okay, nou ga ik gewoon 3 dingen gebruiken. Ik zou het doen, kan je potions van maken. Potions maken is leuk. Oké. Okay. Craft. Ah, potion creation failed. Yay! Potion maken. Een health poison maken. Gewoon eventjes health poison, weet je wel. Als het niks is. Oh. Dus Stefan.
Nou, dat is ook, ermee, man? Dat is ook een succes geweest, dit. Hoe gaat het ermee, man? Ja, goed, man. Met jou? Ja? Ja, ook wel goed. Oké, okay, Daan, jij moet zeggen, moeten we terug of nog een klein stukje ontdekken hier? Terug. Oké. Okay. Ik weet dat ik al die gasten hier kon hebben, maar jij wil terug, dan gaan we terug. Die kon je niet hebben, Stefan. Sorry. Ik weet het zeker, want ik kwam aan één vijand tegen en ging al drie keer dood, dus ik bedoel maar. Ik ben één keer dood gegaan. Oh, nog steeds een vrouw. Weet je dat? Ik ga dat besnijden. Stefan, waarom zou je zoiets nou doen? Het hoort als je vampier bent, dan moet je besneden te zijn. Maar misschien was ze dat dan al. Nee. Misschien wel. Zag je clitoris niet hangen? Nee, moet ik eerlijk zeggen, dat zag ik niet hangen. Hing er wel. Jij wel dan? Zag je hem echt? Ja, exact. Of lieg je nou? Volgens mij zit je te liegen, Stefan. Nee, joh, ik lieg toch nooit, doe normaal. Nou, nu lieg je al, omdat je zegt dat je nooit liegt, Stefan. Het is zo raar. Het is niet zo raar. Raar. Okay. Het is best wel een kut aflevering, of niet? Man, ik heb echt vette vampieren verslagen. Hey, kijk, wat is dit? Wat is dit, Daniel? Een paard! Oh. Wow, maak hem dood. Flames. Gebruik je pijlen boven. Even haar. Wow, kijk wat ze allemaal bij zich heeft! Oh, wacht, dat is een trader. Een trainer? Trader. Wat trader? What? Je hebt echt bagger veel bij zich. Kutje veel. Even kijken hoor, dat heb ik nodig. Eten. Nee, neem ik gewoon skillen. Skillen. Ik kan het verkopen. Dit geeft me health. Hoppa. Oh, wacht, rustig. Wat gebeurt er? Kijk eens eventjes, Daniel. Wat? Ik heb een paard. Yeah, nice man. Even kijken, die even pakken. Zag je Steam bericht trouwens? Ik zag het. Oh shit, nou weet ik niet waar ik heen moet lopen. Naar beneden, je moet naar beneden. Oké, dan loop ik goed nu. Ik ben even aan het zingen omdat er een muziekje is. I came hard into a wrecking ball. Ja. Ik snap hem niet, leg eens uit. Dat is wat Miley Cyrus zegt, omdat scared in een wrecking ball komt. Snap je? Nee, ik snap hem niet. Oh. Kijk, geitjes. Misschien snappen de kijkers hem wel, Stefan. Denk het ook niet, man. Ik zou even vragen of ze hem snappen. Ik heb een geit vermoord, man. Wow. Wat is er mis met jou? Een geit. Een geit vermoord. Ik word aangevallen door een wolf, maar ik loop gewoon door. Lydia, pak ze wel. Oh, Lydia, nee, Lydia. Fuck Lydia, wie boeit Lydia nou wat? Stop. Lydia boeit mij wat. Nee, dat denk ik niet, Stefan. Ik denk niet dat het... Nee. Ik denk niet dat iemand het wel boeit. Oh my god, een wolf eet die paard zijn anus. Waarom valt... Oh. Oké, vroeger heb ik te ver gelopen. Ik denk het niet, Stefan. Als je gewoon even op M duwt, dan weet je waar je bent. En waar je heen moet gaan. Wacht even, hoe stap ik hier ook eraf? Met die? Even kijken hoor. Ik ben een biggetje, yeah. Gelukkig loopt het paard niet uit zichzelf weg of zo. Weet je dat heel zeker? Ja. Weet je dat heel zeker? Ja. Weet je dat heel zeker? Kan een paard niet sneller lopen? Jawel, rennen, je kan rennen. Net zoals normaal rennen, shift. Oké, kan, dat gaat sneller, ja. Ja, dat gaat wat sneller. Vond ik ook al. Ik hoop dat het nog steeds goed lopen eigenlijk. Ik hoop het voor jou. Druk eens op M, dan kan je zien waar je heen moet gaan. Ik was een aanval door een wolf. Je bent een wolf, Stefan. Die verzoon moet eerst die wolf weer doodmaken. Waar is die? Fresh Prince of Bel-Air. Oké, dan ga ik een paar stelen. Ik ga zo hard vanavond man bij de hond kijken trouwens. Ja, maar is dat wel echt een short speed die erop komt? Ja. Hoe weet je dat? Omdat... Kijk wat hij net tweette. 44 seconden geleden. A
Ik gezorgd een man bij het rondkijken. Want George Splinter volgt mij op Twitter en hij volgt jou nog niet eens. Ik zorg er wel voor dat hij jou een keer gaat volgen, Stefan. Oh, bedankt, man. Nee, echt serieus. Waar een neuk loop ik heen? Ik ga nu fout. Is dat een paard weg? Ah, oh, Stefan. Weg zo'n noob, hè? Doe rustig. Je moet richting dat sterretje gaan. Dat is nergens sterretje. Richting dat driehoekje gaan. Kijk, ik ga het paardje mee, want ik weet niet waar ik heen moet. Als de camera even meewerkt. De kamer of de camera? Camera. Oké, ik dacht dat je de kamer bedoelde. Als de camera even meewerkt, dan komt alles... Hierheen. Kijk, en nou is het recht toe, recht aan. Nou kan het niet meer missen, Daniel. Ja, maar een paarden kunnen ook een berg omhoog klimmen, dus het is wel handig. Fijn. Ik zou de paard meenemen als ik jou was. Ik neem hem nu toch mee? Zie je me erop blij of niet? Ook verder meenemen. Doe het toch, shit. Kijk, daar staat hij nog. Zal ik hem doodmaken? Shit, nee, maak hem niet dood. Nee. Kijk, ik ben er door, Daniel. Waar ben je? Het stadje waar we heen moeten. Oh, nice. Dat vind ik wel cool. Dat is wel eens heel even cool hoor, Stefan. Bedankt, man. Ja, geen probleem. Waar de fuck moet ik nou heen dan? Geen idee, man. Naar boven. En dan heb ik het al zien. Ik denk het niet, Stefan. Ik denk dat je weet ook dat je gaat springen als paard, hè? Oeh. Basketbal. Oh, hey, dat is handig. Zo gaat je paard wel heel snel dood, dus dat is minder. Doof? Dood! Dood. Hij gaat snel doden, weet je wel? Zo, doof wolf. Ja, maar dat is toch maar een leenpaard, weet je? Die maakt niet uit of ik die dood terugbreng of niet. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt of je dood brengt. Wat, hè? Huh? Waar heb je het over? Niet. Is toch niet jouw paard, maar maak eruit of hij doodgaat. Waarom? Doe F5 en dan spring je van de cliff af. Dat is leuk. Ja, zou ik het F4 doen? Ja. We doen het F4. Yeah. Dat was oké, ik ga alleen dood. Niet waar. Wel. Niet waar. Wel. Niet waar. Het paard is ook goed gegaan. Die rolt alleen een beetje naar beneden. We hebben het echt naar ons zonder paard. We hebben het echt naar ons zin, hè? Echt super erg. Ik heb zo'n honger. Ik ga zo hard zoveel eten dadelijk. Oh, je wil je niet weten. Nou, maar we zouden 3 afleveringen opnemen. We hebben nu nog maar 2 gedaan. Nee, maar ik kan geen 3 opnemen, Stefan. Dat doen we weer zo, Daniel. Ik moet dadelijk een poepje doen. Wat poepje doen? Ja, ik moet dadelijk een poepje doen. Ja, dat mag dan wel, oké. Ook een plasje doen, eigenlijk. Mag beide voor mij. Mag het allebei? Allebei. Oh, dat vind ik wel aardig. Zo ben ik. Dat is wel echt awesome van je dat mag. Graag gedaan, man. Graag gedaan. Geen probleem. Heb je al een keer een draak doodgemaakt? Jongen, ik heb toch... Ja. Heb je een keer een tweede draak doodgemaakt? Nee. Heb je een keer een derde dooddraak gemaakt? Ja, die wel weer. Je hebt een derde brood... Heb ik een brood gegeten voor een draak? Heb ik een drakenbrood gegeten? Nee. Dat is best wel lekker. Weet je wat erin zit? Draak. Hey, dat kan helemaal niet, want draken bestaan helemaal niet, Stefan. Bestaat niet, als ik een brood doodmaken? Nee, dan krijg je bounty. Ik heb liever een snicker. Lol. Bounty is zo nasty, hè. Fucking koop, dat is zo vies, hè. Snicker is zo lekker. Ik heb zin in een KitKat te eten. KitKat was altijd zo lekker vroeger. Nee, ik heb geen bounty gekregen. Dus nou. Ik dood. Nou, dan heb ik gelogen. Ik heb wel een boek gevonden, 5 songs, maar dit is volgens mij alleen een leesboek, geen echt boek. Wat voor boek? Een boekboek of een boek in de boekboek? Boek in de boekboek. Boek in de boekboek. Boek in de boekboek. De 5 songs, The King Wolf Wrath. Ik zou de Gold Emerald Circlet meenemen. Wat, waarom? En die ring, omdat die geld waard zijn, bitch. Is wel het geld waard, ja, die neem ik mee. Tuurlijk. Okay. Oh shit, mijn paard is weg. Mijn vel zit vast. Mijn paard is weg. Moe, je bent er toch al bijna. Oh, hij staat nou. Zal ik het paard nog even doodmaken voor de zekerheid? Nee, neem me mee.
Een paar maanden vallen. Ja, mag je niet. Vind jij dat je aanvalt als je hem in de fik zet? Ja, hij rent weg. Nou, reload. Reload. Doorlopen nu. Ja. Paard. We zijn het top. Nou, dat zou ik even niet doen als ik jou was, hoor. Dat is illegaal. Maar je zegt niet illegaal in Nederland. Ik weet niet of het illegaal is, maar ik denk niet dat ik het zou doen als ik jou was. Nou, ik ken een verhaal van Mr. Hans. Ken je dat verhaal? Hans? Mr. Hans. Is dat niet die dude die anaal gemolesteerd is door een paard doodging? Ja. Ja. Cool. Ken ik niet. Los, je hebt een enemy. Ja, dit is een troll. Echt een troll? Ja, een ijs, een ijstrol. Nee, een frosttrol. Ja, precies. Een ijstrol. Een ijsdrol. Haha, snap je. Oh, hij is best sterk. Ja, nee, de. Lydia, waar ben je? Ze is dood, waarschijnlijk. Ergens. Lydia is dood. Misschien is ze ergens een hoekje wel dood. Ik ben dood. Nu al? Poeh. Daarom is het handig om een paard te hebben, Steven. Dan kan je er langs rennen. Floetsch! Hoe krijg je nou 3 pijlen in je arm? Heeft Lydia nou echt serieus op jou geschoten? Waarschijnlijk wel, ja. Kut Lydia ook altijd, hè. Wat een baggerhoertje is er op. I gave it like an ice troll. Kijk, die Lydia is keihard gaan, zo. Je dood. Bedankt Lydia, je bent geweldig. Lydia is een kuthoer. Nee man, Lydia is goed. Nee, dat is ze niet. Ik voel echt een band bestaan tussen mij en Lydia, oké? Wat voor band? Fietsband. Ja! Dat was niet grappig. Maar mensen, de volgende aflevering gaan we echt op plaats van bestemming aankomen. Ik hoop jullie wel weer volgen. Je bent bijna als je nou gewoon nog een minuut doorloopt. Gewoon een minuut. 22 minuten, Daniel. Nu gewoon een minuut nog doorloopt. Die ene minuut kunnen mensen nog best nog even kijken. Super hoop mensen kijken nu. Ik denk niet, Steven. Kijk mensen, als jullie kijken, dan moeten jullie het comment. Het code wordt commenten. Aardappel swag. Nee. Wel. Oh. I came in like a vagina ball. Wat een vagina bal. Ja, weet je niet? Ik weet wel wat een kwalbal is, maar vagina bal. Kwalbal? Kwalbal. Kwalbal, wat is een kwalbal? Je hebt een kwalbal zelf, ja. Oeh. Oh, boomerfucker. Ik snap hem. Oeh, ik snap hem. Oeh. Ja, ik heb nu een minuut doorgelopen, maar ik zie nog steeds niks. Nog een minuutje dan. Met er bijna. Met er bijna. Ik moet niezen. Atjoe. Jij! Zo, tering. Hey, ik deed het even van tevoren aangeven. Kijk, daar is het gebouw. Nou, wat in het gebouw zit, zie je in de volgende video. Yay! Doei! Jij!